Hallo. Goedemorgen. Wat naam? Het is Chris hier. En ik kom gewoon even tussendoor online. Ik sta een paar dagen 's ochtends op alsof ik een stok heb ingeslikt. Dat wil zeggen dat ik zo stijf ben dat ik zelfs bijna niet op een stoel kan gaan zitten. En dat is gewoon, ja, dat is mijn rug die volledig opgestijfd is. Echt alsof dat er een stok in zit. Dus gewoon zitten is eigenlijk al... Oeh, wat is dat? Nu, ik heb een hele zwakke rug. Dus ik zet deze filmpje even online, omdat veel mensen denken... ik ben veel bezig met yoga, dus ik zal wel een super gezond, healthy lichaam hebben. En dat heb ik ook. Ik ben ook heel dankbaar voor het lichaam dat ik heb en wat ik daar allemaal mee kan. Maar ik heb wel een vorm van scoliose. En ik ben dus gewoon heel gevoelig aan mijn rug. Dat is mijn zwak punt, tezamen met mijn nieren en mijn schildklier. Maar dat is juist de reden waarom ik zoveel heb aan yoga. Omdat als ik yoga niet zou gebruiken in mijn leven als tool, dan weet ik, dat was vroeger ook het geval, dan weet ik gewoon dat ik om de 3-4 weken een behoorlijk verschot in mijn rug had. En dat ik dus naar een osteopaat, krom van de pijn naar een osteopaat ging en dat ik eigenlijk ook meestal niet het gevoel had dat dat heel veel hielp. Ik deed dat aan 2 sessies en dan was ik zo weer even beholpen. Ik had er een vast abonnement. Dus, maar ik ben nu weer heel stijf in mijn rug. Nu, ik weet, het is voornamelijk ochtends. Dus als ik in de loop van de dag, als ik mij bezighoud en beweeg, en, dan heb ik dat veel, veel minder. Dus ja, ik noem dat ochtendstijfheid. En ik... Ik ga daar nu de oefeningen op tonen die ik er elke ochtend voor doe. Los van het feit of dat ik dan echt nog een Kundalini Yoga Kriya zit te doen, doe ik gewoon eigenlijk altijd, ook als ik weinig tijd heb, 3-4 korte oefeningen. En dan voel ik echt hoe dat ik mijn rug terug soepel maak. En dat komt eigenlijk door de oefeningen die je maakt. Het is een opwarming, het is mijn rugschool, maar het is wel de oefeningen komen uit de Kundalini Yoga. En dat zijn eigenlijk oefeningen die je ruggenmergvloeistof terug laten stromen in je rug, zodanig dat je energie terug kan gaan doorstromen. En wat dat je eigenlijk maakt, dat je je rugzenuw, ze noemen dat ook de levenszenuw, dat je die eigenlijk volledig soepel maakt. En in China zeggen ze, hoe soepelder je rug, hoe langer dat je leeft. Dus dat hangt daar ook echt wel samen in de holistische visie met gewoon je algemene gezondheid en of dat je gezond oud kunt worden. Dus voilà, genoeg gepraat. Ik ga gewoon vertellen wat ik elke ochtend doe. Het hangt er vanaf, als mijn rug niet super pijn doet, dan begin ik meestal met de Sufi grinds. En dat is dit. Maar nu voel ik nog dat dat zelfs te veel is, dat mijn rug echt nog te stijf is. Dus ik ga gewoon beginnen met een paar flexoefeningen. Ik tune altijd eerst even in bij mezelf. Ik heb ook mijn kaarsje al aangestoken. Laat ik even zien. Dat is mijn klein altaartje. Die beeldjes, dat zijn mijn Boeddha-beeldjes die ik zelf gemaakt heb. En dat kaarsje, dat steek ik eigenlijk altijd al heel bewust aan met een intentie voor mezelf. Dus wat ik die dag voor mezelf wil bereiken. Omdat ik vanavond mijn eerste crystal launch yoga-avond geef, die echt in het teken staat van relaxing en van restoring. Voel ik dat ik focus nodig heb. Ik heb ook mijn fluoriet aangedaan en die geeft focus, omdat ik voel dat ik die focus nodig heb. Dus ik heb ook mijn kaarsje aangestoken met de intentie van mij vandaag echt gefocust te houden, van mij te richten op lange termijn, maar ook op korte termijn. Om nu vandaag eens even bezig te zijn met wat ik moet bezig zijn en mij niet door allerlei dingen te laten afleiden. Dus dat was mijn intentie van de dag, mijn kaarsje. Ik ga even intunen. Intunen doe ik gewoon om even bij mezelf te komen. Dus dat is
Ong Namo Gurudev Namo. En Ong Namo Gurudev Namo, dat betekent eigenlijk I bow to my higher self, to my inner truth. Ja? Tot naar mijn waarheid, jouw kern eigenlijk, daar waar jouw waarheid eigenlijk verborgen is. Diep inademen. Uitademen, even goed landen op de mat en in je lichaam. En dan ga ik nu intunen, 3 keer. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Diep in. Ik ga even vast. En ik adem uit. Ik ga nog even mijn energie wakker maken. Ook dat is voor de focus. Want wat doe je met deze simpele beweging? Je brengt eigenlijk je rechter en je linkerbrein in evenwicht. Dus je logisch denken en je creatief voelen. Dus ook als je in een vergadering gaat en je weet dat jij je focus nodig hebt, of jongeren die nog studeren en ze hebben een examen, voordat je eigenlijk het studielokaal binnenstapt, even echt jezelf goed warm wrijven. Heel bewust die handen tegen elkaar voelen wrijven, alle vingers tegen elkaar voelen wrijven. Voorzien. En dan breng ik mijn handen eigenlijk even uit elkaar. En dan voel je ook zelf je eigen energie. Kundalini yoga gaat allemaal over je energie opwekken, je energie laten stromen. Maar wel, dit is energie. En je voelt dat je rechter en je linkerhand eigenlijk, dat er een soort spanningsveld op zit. Je kan daar echt mee gaan spelen. Je kan, als je zo lichtjes naar buiten en naar binnen gaat, dan voel je dat dat eigenlijk dat weerstand heeft. Je voelt dat in je gewrichten. Ik voel dat in mijn armen. En je kan daar eigenlijk mee gaan spelen ook, alsof dat een bol is. Ja? Daar gaan we het vandaag, daar gaan we het nu niet verder over hebben. Maar dat is wel fijn om even 's morgens uw energie zo op die manier ook wakker te maken. Ik ga nu vandaag vooral werken op mijn rug. Op de stijfheid, op de stok in mijn rug, kan je losmaken. Dus ik begin eigenlijk met enkele gewone simpele rugflexoefeningen. Ik zit gewoon in kleermakerszit en ik ga volledig flexen. Ik kan een klein beetje de camera draaien. Dag Ilse. Hey. En Marianne. Zo, ik ga een klein beetje verder zitten, dan zie je mij iets meer in zijn geheel. En ik ga mijn rug flexen. Dus ik neem eigenlijk mijn handen boven mijn enkels vast. En ik voel dat lamai. Wat hier heel belangrijk bij is dat je eigenlijk, dat het is alsof dat er iemand tegen je rug duwt achteraan. En je gaat eigenlijk op je eigen as volledig kantelen. Je laat je hoofd ook staan lichtjes gebogen, dus je gaat niet beginnen trekken op je hoofd. Je houdt dat eigenlijk constant. Die afstand blijft dezelfde, lichtjes gebogen. En ik ga echt, dus ik heb mijn enkels vast, ik trek een beetje op mijn enkels. En ik ga mezelf echt volledig naar voren duwen. In een kromming en een holling, zo goed dat ik kan. En ik voel al dat het loskomt. Nu, een belangrijke tweede ding bij die oefening, dat is je ademhaling. Dus je ademhaling ga je door de neus doen en je gaat inademen als je naar voren komt en uitademen als je naar achter gaat. En we sluiten onze ogen bij Kundalini Yoga, omdat we vooral naar binnen gaan. Plus we richten onze
ogen inwindig, intern, op onze hypofyse, op ons derde oog, het punt tussen onze tweede wenkbrauwen, omdat daar eigenlijk het centrum zit, de hypofyse, die al onze hormonen aanstuurt. Dus dat is op zich al een oefening. Dus in naar voor en uit naar achter. Ik doe het nu heel traag, omdat dus ik heel stijf in mijn rug ben. Bouw ik dat langzaam op. En nu ben ik eigenlijk de onderkant van mijn rug warm aan het maken. Je voelt ook na een tijdje dat dat daar effectief op die plaats warm wordt. Dus de onderkant van je ruggengraat, van het midden tot je staartje eigenlijk. Ik ga mijn handen verplaatsen naar mijn knieën en ik blijf dezelfde oefening doen. Alleen voel je nu dat je eigenlijk meer ook je schouders mee gaat laten doen. Dat je schouderbladen eigenlijk echt achteraan je rug verdwijnen, in je rug verdwijnen. En dat je dus ook aan de bovenkant van je rug aan het werken bent. Je mag je ademhaling dus echt horen, alsof dat je aan de zee zit, het ruisen van de golven, van de bomen. Inademen naar voren, uitademen naar achter, door de neus. Ik voel het bij mij, in mijn geval, dat mijn rug eigenlijk al veel soepelder wordt. Dat die stok waar ik mee ben opgestaan en dat ik eigenlijk amper kon gaan zitten, dat die al eigenlijk weg is. Dat niet wil zeggen dat mijn rugpijn volledig weg is, maar die stok is al weg. Je mag dat voor jezelf, als je dat alleen doet, mag je dat echt wel timen. Dat je dat toch wel 2 tot 3 minuten probeert vol te houden. Deze is echt een van de basisoefeningen. Voor een gezond en lang leven. Volgens de Chinezen. Zoals je kunt zien, ben ik ondertussen eigenlijk het tempo voor mezelf aan het opdrijven. Omdat het kan. Gewoon omdat ik voel, oké. Okay. Vanaf dat je een goed ritme hebt gevonden, behoud je dat ook aan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je blijft versnellen. Maar als je een goed tempo hebt, dan voel je ook wel sneller die warmte, die hitte in je lichaam. Wat ook de bedoeling is. Als je het traag blijft doen, dan is het eigenlijk inderdaad gewoon het soepel maken, maar dan krijg je niet het effect van de energie die je door je lichaam gaat voelen stromen na zo'n set oefeningen. En ik ga nu de oefening afronden door kleiner en kleinere schommelingen te maken. En dan kom ik vanzelf tot stilstand. In het begin heb je nog een beetje het gevoel alsof je nog altijd die beweging aan het doen bent. De wittertraagheid. Maar eigenlijk voel je nu al de energie in je lichaam. Ook heel belangrijk, ik heb mijn sokken uit. Waarom? Er zitten heel veel zenuwpunten in je lichaam. Vandaar ook hè, dat voetreflexologie zo'n deugd kan doen. Er zitten heel veel zenuwpunten aan je voeten. Hou je sokken aan, dan hou je de energie eigenlijk volledig vast. En ik voel dat ook heel hard doordat mijn voeten heel snel beginnen tintelen. Dus hier geniet je gewoon even. De
oefeningen tussenin zijn in Kundalini yoga even belangrijk, omdat je dan eigenlijk alles integreert in je lichaam. Dus het is niet, in de meeste kriya's is het niet zo dat je van de ene oefening snel in de andere oefening gaat. Je neemt eigenlijk altijd tijd om alles te integreren en om echt te voelen wat de lichaamsbeleving is. Dus ik ga nu diep inhalen. En ik voel nu dat ik wel klaar ben voor die Sufi Grind. Die Sufi Grind is eigenlijk een opwarmingsoefening waar je volledig rond je eigen as draait. Alsof je een cirkel rond jezelf zou trekken. De ademhaling daarbij, er is weer een ademhaling bij verbonden. En de ademhaling is eigenlijk weer inademen door de neus als je naar voren draait, uitademen door de neus als je naar achter draait. Je kan kiezen of je langs rechts begint en het daarna naar links draait of omgekeerd. Dat maakt voor mij, dat maakt niet uit. Ik begin altijd naar rechts, omdat ik anders daarna ben vergeten met mijn focus waar dat ik ben begonnen. Dus standaard begin ik altijd langs rechts. Dus weer denk aan die nek. Die nekklok die eigenlijk dezelfde blijft. Dus je gaat weer niet trekken op je nek. Je gaat niet dat doen. Ik zie heel veel mensen dat in de les altijd zo gaan doen. Nee, dus je blijft eigenlijk echt... Je hoofd staat gewoon constant op je nek. En ik maak dus heel soepele, grote bewegingen rond mijn as. Ik wil eigenlijk in een zo groot mogelijke cirkel kunnen zitten. En bij deze oefening verwijder je ook het kussentje waar je op zit. Wat anders wel heel goed is voor de kanteling van je bekken. Om een goede rechte ruggraat te hebben. Maar bij deze oefening is het juist goed dat je echt volledig op het achterste van je poel en dan terug naar de voren. Dat je echt helemaal kan doordraaien. Ook deze oefening proberen we anderhalve à twee minuten langs elke kant. Als je niet zoveel tijd hebt, dan is al wat je kunt doen, is al goed. Hè? Dus inademen door de neus als je naar voren komt, uitademen als je naar achter gaat. En goed dat bekken kantelen. En je hart echt naar voren laten zien. Je hart echt aan het zonnetje laten zien. Dat vandaag jammer genoeg niet schijnt. Maar ze zit er wel achter de wolk. Wederom hou je focus op je derde oog. Je ogen inwendig, je blik richt je op dat punt. Doordat je eigenlijk op drie dingen let, de beweging, je ademhaling en je oogfocus, ga je ook je concentratie verhogen, je concentratievermogen. Oké, ik ga mijn cirkel verkleinen. Om dan in het midden te komen en van richting te veranderen. Inademen daarvoor, uitademen naar achter. Kleine.
vanzelf stilgaan. Ik ga eens goed diep inademen door de neus. Vasthouden, bekkenbodem sluiten, dus je bekkenbodemspieren, je Mula Bandha, je trekt je buikspieren lichtjes aan en je trekt je bekkenbodemspieren aan alsof je eigenlijk naar het toilet gaat, maar alles inhoudt. Spieren die we als vrouw eigenlijk allemaal toch wel na zwangerschap sterker moeten maken. Dat kan je perfect doen tijdens de Kundalini Yoga. Waarom doen we dat? We sluiten onze bekkenbodem volledig af, onze Mula Bandha. Om de energie echt even binnen te houden, dat die helemaal in je lichaam kan voortvloeien. En je laat los. Nog eens goed inademen door de neus. Bekkenbodemspieren, alles aantrekken. Voel nog even na. En dan ga ik nu mijn benen strekken. Dan gaan we terug toe. Even, hè. Alles strekken. En ik maak meestal ook even met een klopbeweging. Dat is eigenlijk uit de Qigong en uit de Shiatsu. Even de meridianen. De yin-meridianen. Dat zijn de meridianen die je binnenkant. Maak ik volledig los. Even alles wakker kloppen. Bovenkant. En de zijkant. Even op mijn voeten. Mijn handen en armen. Deze doe ik niet elke dag, niet elke ochtend. Hangt er vanaf hoeveel tijd ik heb. Ik doe dat wel soms onder een douche. En de thymus. De thymus die zit hier. Even goed losklappen. En zachtjes op de buik. De buik en vooral het navelgebied, uw powerhouse, waar dat eigenlijk uw doorzettingsvermogen zit. Ook wel uw boosheid in een negatieve zin. Maar als je dingen wilt bereiken in het leven, dan is uw navelgebied daar hetgeen waar het eigenlijk gebeurt. Uw daadkracht. Dingen echt in de wereld zetten. Voilà. En nu ga ik een goede front stretch doen. Dus ik trek mij volledig uit naar boven. Ik adem in. En ik strek mij uit naar voren. Om, in mijn geval, ik ben redelijk lenig, raak ik aan mijn tenen. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Hoe ver dat je raakt is niet belangrijk. Je kan aan je enkels, misschien sommigen zelfs pas tussen hun knieën en hun enkels. Het belangrijkste is dat je zo ver mogelijk naar voren komt en dat je navel zo dicht mogelijk op je dijbenen komen. Dat is eigenlijk de stretch. Dus niet je rug volledig gaan krommen. In mijn geval is dat geen probleem. En ik adem in als ik naar voren kom en uit. Dat ik naar beneden ga. Naar boven. En uit naar beneden. En ik voel echt, of de bedoeling is dat je voelt, dat bij de stretch naar voren, dat je zelf iets kleiner maakt. En als je tot aan je tenen geraakt, zoals ik, dan zet je je duimen ook op de nagels van je grote teen en draai je de vinger rond je teen.
En na een tijdje blijf ik gewoon beneden. Met dezelfde ademhaling. Laatste keer. Uitademen. Dan kom je heel langzaam terug naar boven, heel mild. En je rug. Zo. En dan ga ik nog even een side stretch doen. En dan heb je twee manieren voor. Dat hangt er ook weer vanaf hoe lenig dat jouw lichaam is. En dus de bedoeling is gewoon dat je een goede stretch voelt. Omdat ik dus een heel soepel, een oversoepel lichaam heb, doe ik het zo. Dus ik leg mijn rechterbeen, ja de camera draait alles om, hein? Mijn rechterbeen leg ik onder mijn linkerbeen. En ik zet mijn linkerbeen over mijn rechterbeen. Ja? Zo. En dan ga ik eigenlijk naar links gaan. Dus ik duw tegen mijn linkerknie. Zo draai ik helemaal. Ja? Dat geeft voor mij een goede stretch. Voor mensen die niet zo soepel zijn, kun je eigenlijk ook gewoon in de kleermaker blijven zitten, in de easy pose. En tegen je, zo tegen je linkerknie duwen en draaien. Dus je zet je rechterhand op je linkerknie en je draait naar links. Ja? En ik doe het op deze manier. En je gaat eigenlijk goed inademen als je naar achter gaat. Je zet je hand achter je poep, achter je bibs. En je ademt in. Terwijl je eigenlijk hier alles aantrekt. Daar keer goed diep in en uitademen. Je voelt dat ook, als het goed is, in je billen achteraan. En elke keer als ik inadem, probeer ik nog een klein beetje verder te stretchen. Dus mijn hand eigenlijk nog een beetje verder te zetten. Want dat is echt je lichaam dat je volledig twist. Dan ga ik de andere kant doen. Deze voel ik echt in mijn rug, maar wel op een goede manier. Op een manier dat ik voel van, ah ja, het komt los. Dus op deze manier voorkom ik voor mezelf van in een verschot te gaan. Door dat elke dag te doen. Niet natuurlijk op het moment dat je het al voelt, hè, maar door gewoon het goed te onderhouden. Belangrijk is natuurlijk dat je zelf je lichaam respecteert. Je hebt altijd comfortpijn. En comfortpijn dat is een beetje de grenzen van je lichaam verleggen. En dat is goed, want ons verstand houdt ons altijd tegen om nieuwe dingen te doen. Dus hè, die comfortpijn, daar moet je gewoon doorgaan. Voel je echt een structurele pijn, ja, dan moet je echt naar je lichaam luisteren. Dan ga je niet zodanig dat je niet gaat overstretchen of... Zo, en dan ga ik nog één laatste oefening doen. Waar dat ook weer goed is voor mijn rug, maar waar ik eigenlijk ook mijn aura mee versterk. Wat is uw aura? Uw aura, dat is het veld, dat is eigenlijk de auto waar dat je in rijdt. En uw auto, die onderhoudt altijd heel goed. Hè? Je moet elk jaar op, of toch, of ik heb zelf geen auto, maar je moet toch regelmatig op controle. Dus die onderhouden, als er iets aan is, die ratelt of weet ik wat, dan gaan we naar de garage en je laat dat herstellen. Dat doen we met ons lichaam eigenlijk veel te weinig. En de auto van ons lichaam, dat is eigenlijk ons aura, dat is eigenlijk ons energieveld. En ons energieveld, als dat sterk genoeg is, voorkomt dat ook
dat je heel snel ziek wordt, of zelfs ook op het gebied van gevoelens, dat je geraakt wordt door dingen die anderen eigenlijk binnen je energieveld brengen. Zowel, ik zeg het, op gezondheidsvlak, als op fysiek vlak, als op emotioneel vlak. Ik zet mijn handen op mijn schouders, met de vingers naar voren, die wijzen naar voren, dus goed recht, altijd een heel rechte houding. En ik ga, en de belangrijk is de richting, ik ga inademen door de neus en ik ga naar links draaien. En ik ga uitademen door de neus en ik ga naar rechts draaien. Dus die volgorde is wel belangrijk. En mijn hoofd gaat eigenlijk, het zijn mijn schouders die de beweging doen. Ja, mijn hoofd gaat gewoon lichtjes mee. Trek mijn schouders goed open, mijn borst wijst naar voren. Ik ga misschien iets traag beginnen. Ik heb altijd de gewoonte om daar snel in te gaan. En ik versnel naar gelang dat ik voel dat het oké is. Naar jezelf glimlachen is toegestaan en trouwens heel gezond. Ik zal je zo beetje zeggen waarom. Deze oefening goed mee te doen, want je hebt daar zometeen een heerlijk gevoel bij. Okay, ik ga vertragen. Diep inademen, Mula Bandha sluiten, bekkenbodemspieren. Alles even vasthouden. Uitademen. Even goed inademen. En uitademen. Nog eens één keer. En dan breng je nu je handen gewoon op je knieën en je geniet van je eigen lichaam. Voor mij is dat echt alsof ik iets sterker ben, alsof ik iets voller aanvoel, iets meer plaats inneem in de ruimte. Mijn lichaam op een gezonde manier tintelt. Ik zeg gewoon wat ik voel en niet wat jij moet voelen. Hè? Nooit, hè. Iedereen voelt zijn eigen lichaam. Diep inademen door de neus. En dan gaan we de mond eens goed openen. En met een zucht alles loslaten. Het goed inademen door de neus.
nog even afsluiten met mijn nekoefeningen, want ook daar in uw nek en in uw schouders houden eigenlijk sowieso heel veel spanning vast. Ook 's nachts, niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Hoe dat je in een houding ligt, of dat je een goeie of geen goeie hoofdkussen hebt voor u, voor hoe dat je ligt. Je kan eigenlijk gewoon zachte neckrolls doen. Ook dit is weer geen rocket science. Maar wat weer bijzonder is, is dat ik weer mijn ademhaling ga koppelen aan de beweging. Dus ik ga inademen als ik naar boven ga. En uitademen vanaf dat ik naar beneden kom. In. En uit. En ik maak zo volledig mogelijke cirkels die voor mij aangenaam zijn. En ik open lichtjes mijn mond, maar ik adem wel door de neus. En voel je nu op een bepaalde manier, want je gaat echt je lichaam en ik goed navoelen, voel je ergens meer spanning op een bepaalde plek. Dan blijf je daar even staan, je ademt daar een paar keer in en uit. Je ademt ook echt naar die plek en dan loop je verder. Maar ik heb momenteel zelf geen problemen met mijn nek. Dus dat kan je eigenlijk een zevental keer langs elke kant doen. Ik denk dat we er ongeveer wel zijn. Ik ga mijn richting veranderen. Voilà. En dan ga ik nog even mijn schouders losmaken als laatste oefening. Ik ben een beetje duizelig van met mijn neckrolls. Dus heel goed die schouders volledig los laten gaan. Naar boven brengen naar je oren en dan naar achter. Alles losmaken. Oh. Dat is toch ook wel wat spanning voel ik in mijn schouders. En dan ga ik die nog naar boven brengen, terwijl ik inadem en laten vallen. In. Uit. In. En uit. Voilà. Dat was mijn ochtendopwarmingssessie. Ook voor een beetje focus. Let eigenlijk goed altijd op dat derde oog, op die focus op dat derde oog. En voilà, dit is eigenlijk gewoon een basis Kundalini yoga opwarming. Ik noem dat rugschool. En normaal start dan, als je een volledige yoga sessie doet, start dan eigenlijk pas met de kriya die dat altijd heel specifiek werkt op iets. Dat kan zijn op je nieren, dat kan zijn op een positieve mind, op positieve gedachten. Dat kan zijn op je keel, dat kan van alles zijn, maar de kriya is meestal wel specifiek op iets, heeft een specifieke functie. Voilà, dat was het eigenlijk. Ik heb deze filmpje niet opgenomen met een bepaalde bedoeling. Dus ik zou zeggen, gewoon met de bedoeling van even te tonen hoe dat ik mijn rug soepel hou. Ik geef vanavond een crystal bowl. Relaxatie yoga, dus geen kundalini yoga, maar de opwarming gaat wel dezelfde zijn. En ook een hele goede pranayama. Pranayama is een goede ademhalingsmeditatie die u ook volledig tot rust brengt. Gevolgd door volledig een restauratieve lichthouding. En de crystal balls die daar op zich al een genezend effect hebben. Maar daar heb ik al een volledig ander filmpje over geplaatst. Dus daar ga ik nu niet over uitwijken. Satnam, ik breng mijn handen even bij mezelf. Ik neem even in gedachten waar ik dankbaar voor ben. En ik
ga afsluiten met 3 lange satsangs. Truth is my identity. Hele fijne dag, Marianne, Ilse en Kirsten. En tot de volgende keer.